Dit lijkt mij het stamhoofd. Hallo stamhoofd. Wat een prachtige snor heb jij. Yo Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe Zelda Skyward Sword video. We zijn uit Skyloft. We zijn op de aarde? In ieder geval op het oppervlak. En we staan hier voor onze eerste tempel. Althans, ik denk dat het een tempel is. Maar we gaan eerst hier even helemaal naar beneden. Want hieronder, daar zo, komt iets zwarts uit de grond. En daar wil ik nu eerst een kijkje gaan nemen. Als jij benieuwd bent wat er gaat gebeuren, doe even een duimpje omhoog voor deze serie. En vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Want dan heb je gewoon iedere dag in deze vakantie Nintendo video's op je beeldscherm. Ik denk dat ik trouwens ook gewoon naar beneden kan springen. En dan, ja, zo het zweefzeil kan gebruiken. Ik bedoel, dit gaat veel sneller. Dit is een veel betere optie. Kijk, zo zijn we gewoon in één keer beneden. Maar wat is dit voor ding, jongen? Het is een of andere zuil. En ik hoor een stem en die zegt: jongeling, kind van het lot dat uit de lucht is afgedaald. Ja, dat ben ik. Hef het zwaard van de godin ten hemel. Richt op de kwade aura en gebruik de kracht van het zwaard. We moeten het zwaard omhoog houden. Dan richten op dit ding. En dan gebruiken. Wat ziek idee. En dan hopelijk gaat die zwarte meuk weg. Ja, de zwarte meuk gaat inderdaad weg. Lekker. En wat gebeurt er nu? Gaat nu de tempel open? Oh, oké. De wind die we blaast weer nu uit de gaten van de aarde. Ik heb ook soms dat de wind blaast uit de gaten van mijn... Ah. Ik zal die zin niet afmaken. Ik zal me weer focussen op Fi. Meester Link, ik neem een verandering waar in het land die veroorzaakt wordt door uw hemelstraal. Ik voel ook een aura die verbonden is aan uw parachutedoek. Ik vermoed dat dat die van de aura van Zelda is. En ik kan nu richting de aura leiden middels een functie genaamd detectie. Nou, leg even uit wat het is. Kunnen we met de punt van het zwaard naar aura's van objecten zoeken? En hoe dichter je bij dat ding bent, hoe sterker de reactie van het zwaard. Dat is nice. Oké, cool. We hebben het aura van Zelda blijkbaar. En dan kunnen we dus op zoek gaan naar waar Zelda is. Dus zo. En dan kunnen we nu Zelda proberen te detecteren. Ah, ja. Ik voel iets, ik voel iets. Hier ergens? Ja, hier ergens. Ja, hier moet het zijn. Kan ik mezelf zo omhoog laten blazen? Ja, dat kan. Nice. Volgens mij moet ik dan nog een laag omhoog. Ja, hier of zo? Nu wil ik Zelda zoeken. Even kijken hoor, daar. Ja, we moeten sowieso terug naar de tempel, jongens. Dat is wat we moeten doen. Ze willen sowieso dat we hier naar binnen gaan. En hopelijk gaat de deur nu open nu we die puzzel hieronder hebben gefixt. Ja hoor. Ja hoor, ik denk het wel. We kunnen naar binnen, hè? Of niet? Yes, lekker. Oké. Dit is een mooi tempeltje. Dit ziet er prachtig uit. De verzegelde tempel. Eens even kijken wat we hier kunnen doen. Moeten we hier in het licht gaan staan? Oh, wie is dit dan? Hallo meneer, mevrouw. Wat zit u hier eenzaam? Dit is de oude wijze. En die heet ons welkom. Dank u wel, oude wijze. Mooi haar wel. Goed kapsel. De wijze voelt dat we kracht hebben in ons zwaard. En hij wacht al jaren op onze komst. Hij zal onze gids zijn. In deze tempel. In de verzegelde tempel. En de godin heeft deze tempel zelf gebouwd. En mijn lot is al lang bepaald. En de priesteres Zelda. Die is hier kort voor mij aangekomen in een regen van licht. Maar er is ook een kwade kracht in de schaduwen. En die probeert ons lot te verhinderen. Wij willen natuurlijk Zelda gelijk vinden. Maar de oude wijze zegt. Daar maak je geen zorgen als je haar niet meteen vindt. Want zij heeft haar eigen lot net als jij. Ze is het Faronwoud ingegaan. En wij moeten ook naar het Faronwoud. De oude wijze markeert even de plek waar we naartoe moeten op de map. En we krijgen de kracht om bakens te plaatsen. Ah, en dan kunnen we dus zien waar we inderdaad naartoe moeten. Kijk, dan kunnen we gewoon die plek hier aanwijzen. Zo, bam. En dan zien we een lichtstraal vanuit de lucht. Let's go. We moeten naar het Faronwoud om Zelda te zoeken. En we moeten even de schatkist hier gaan zoeken in deze ruimte. Nou, dit is een super aardige oude wijze, jongen. Bedankt dat je me zo helpt. Oké, waar is de kist? Daar, denk ik. Is de kist hier? I don't see no chest. Hé, ik zie wel een krekel. En ik zie een bankje waar we op kunnen zitten. Ja, hier moet eigenlijk ook gewoon een windvlaag komen, maar het werkt niet. Meneer de wijze, waar is dan de kist? Oh, hier is de kist. Jongen, jongen. Kijk! Een oplapdrankie, nice. Krijgen we dan ook weer een fles erbij? Ja, nice, top. En dan nu, naar het Faronwoud. Ik ben benieuwd wat voor wezentjes hier zitten, jongens. Kijk, en daar is onze baken. Dat is dus de plek waar we naartoe moeten nu. Ben niet bang voor de boze wolf in de bos, in het bos. Ik ben niet bang voor de boze wolf in het bos. Oh, wow, 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 wacht eens eventjes. Ik ga iets op jullie hoofd gooien. Laat hem met rust. Hij is mijn maat. Ah! Hoe gooi ik überhaupt die dingen? Dat moet ik echt nog even leren. Ik kan het alleen maar neerleggen. Gooi het! Weet je wat? Screw it. Ik ga jullie gewoon allemaal de moeder hakken. Oh, die was lekker. Die was heerlijk. Ik gebruik mijn schild geen eens. Watse flats. Oké, ik moet even pauze houden. Even pauze houden. Oké, kom maar, kom maar, kom maar. Oké, doei, doei. Mazzel. Steek hem. Pak hem. En dik doei. Bedankt dat je me hebt gered, maatje. Ja, sowieso, man. Jij bent mijn maat, jongen. Hij had die rode engers niet verwacht hier in het bos. En hij had mij hier ook niet verwacht. Eerder kwam ik al een soortgenoot van je tegen. Ja, ben je Zelda tegengekomen? Hij gaat me even iets interessants vertellen. Nou, dankjewel. Dankjewel, broer van Daruk. Of ik denk eerder achterneef of overgroot opa. Dit is Gorko de Goron. Die doet onderzoek naar de geschiedenis van dit woud. En ergens hoog in de lucht bevindt zich het eiland van de godin. Deze oude beelden schijnen herkenningspunten te zijn voor luchtreizigers die van dat eiland komen. Oh ja, maar daar kom ik toch vandaan. Bedoel je nou gewoon Skyloft of niet? Dit beeld kan andere beelden activeren. Hij heeft iets heel bijzonders ontdekt. Er wonen ergens mensen op eilanden in de lucht. En het volk daar vliegt rond op gigantische vogels. Ja, kijk, hij bedoelt ons. Wat vet, jongen. Nou, van mij mag je een keer meekomen, hoor. Oké, hij heeft wel echt veel fantasieverhalen gehoord. Over pompoenen en dat soort dingen. Hij gaat in ieder geval dit soort beelden allemaal bestuderen. Dat is wat hij doet hier. Nou, laten we deze even activeren. Kijk eens aan, jongen. Wow, zegt hij. Wajo, wajo, dikke wajo. Wat gebeurde er nou? Gebruikt hij er soms magie? Ja, jongen, maar ik ben van dat eiland, hé. Oh, ik kan teleporten vanaf hier. Oh, nice. Vanaf hier kan ik dus weer terug naar het hemelrijk, naar Skyloft. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen, want we hebben hier nog genoeg te doen. Nou, Gorko, of hoe je ook alweer heet. Ik ben nou alweer vergeten. Ik ga er vandoor. Ik heb nog meer dingen te doen vandaag. Zoals deze lianen beklimmen. En deze kijken waar ik dan uitkom. Of zou hier nog een kistje liggen hierachter? Ik zie wel vlinders. Oh, ik heb een vlinder kapot gemaakt. Waarom eigenlijk? Het voelt niet goed om vlinders kapot te maken. Je ziet ook dat dan hun geest verdwijnt uit hun lichaam. Dat voelt niet oké. Laten we maar gewoon even doorlopen. We kunnen hier naar binnen gaan. Dus even kijken wat hier binnen is. Of ben ik nu gewoon teruggelopen? Dat hebben jullie niet gezien, jongens. We moeten deze kant op. En Fi zegt, er is een bepaalde amiibo waarmee u vanaf iedere plaats op het oppervlak naar het hemelrijk kunt reizen. En die hebben wij. Dit is zo'n mooie amiibo. Kijk hoe vet! Die kan je dus gebruiken. Maar die hebben we nu nog niet nodig, jongens. Eerst maar eens even hier naartoe. Oké, nu kunnen we deze weghalen. En dan kunnen we verder. Dus even kijken. Ja, Zelda zal hier ongetwijfeld nog niet zijn, hoor. Dat geloof ik nooit. We zijn nu in het Faronwoud. En we hebben gelijk een gezellig muziekie. Is het... Dit is niet de DQ3, toch? Dit zal de Faron Tree zijn, denk ik. We moeten denk ik boompje gaan beklimmen, jongens. De overvloed aan water in deze regio is de reden dat de flora waar deze gigantische boom onderdeel van uitmaakt. Ik kon het niet lezen, Fi. Je bent te snel. Het welige plantenleven en het vele water zorgen ervoor dat deze regio erg aantrekkelijk is voor dieren. Nou, dat klinkt gezellig. Kijk eens, een heel nieuw gebied wat open gaat. En waar moeten wij dan nu naartoe dan? Dat moeten we waarschijnlijk uit gaan zoeken. Fi denkt dat Zelda in dit gebied is. Nou, dan moeten we maar even gaan zoeken, denk ik. Die kant op. Daar. Oké, Link, jump. Lekker. En... Oh. Zwaaien. Go, 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 go. En jump. Nice. Kan ik deze bomen slopen? Ja, nice. Oh, wat is dit? Wat is dit? Ga weg. Wat is dit? Ik heb iets aan mijn kont hangen. Wat is dat voor iets irritants? Hoppakee. Wow, werd ik nou gewoon aangevallen door een springhaan? Oké, jongens, ik hou niet van deze flora en fauna. Iedereen pakt me, iedereen valt me aan. En wat zijn jullie hier aan het doen? Jullie goblinhoofden. Laat dat bosje met rust. Hier. Hoppakee. Lekker. Au, 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 au. Ik krijg flinke tikken. Dat is niet leuk. Dat is niet de bedoeling. Wat ziek idee. Hartje. Daar nog een hartje. Oké. Hallo, bosje. Waarom was jij zo bang? Oh, wat een schattig bosje. Dit is Machi. Die zegt, waarom is het opeens zo stil? Hallo. Nee, je hoeft niet bang te zijn voor mij. Rustig aan, jongen. Ik heb je net gered. Je hoeft niet bang te zijn voor mij. Maar waarom ren je weg? Chill. Rustig. Ik kwam alleen hier om te helpen. Kom terug, Machi. Oh, dit is een mooi paddenstoelenrijke, jongens. Hier wonen de smurfen. Dit is gewoon Zelda ontmoet de smurfen. Rustig aan, jongetje. Rustig. Ik doe je niks. Ik wil je hulp. Ik heb je hulp nodig. Kom eens even hier, jongetje. Rustig. Moet ik die paddenstoel kapot maken? Oh, ik vind hem wel schattig. Je hoeft niet zo bang te zijn voor ons. Ik bedoel, ik doe dit tegen die paddenstoelen, maar ik wil je niet bang maken. Maar anders luister jij volgens mij gewoon niet. Waar ga je eigenlijk naartoe nu? Oh, planten! Kill the plants! Lekker! Kill the other plants! Nice! Oh, kijk, hij staat hier. Hallo, jongetje. Ik wil je helemaal niks doen. Ik vind je leuk. Het heeft me weer gevonden, zeg Machi. Kwee! Ik doe niks. Sta maar op. Nee, ik wil je helemaal niet opeten, Kiwietje. Ik wil samenwerken. Hij zegt, Kiepaliep, ik ben Machi. Ik ben een Kikwi. Jij lijkt me wel oké, ook al ben je een beetje eng. Bedankt voor je hulp. Dat is raar, Kiku. Een tijdje geleden heb ik ook al zo'n wezen als jij ontmoet. Hij zegt, ik weet niet wie het was. Is ze een vriendin van jou? Ze leek nogal in de problemen te zitten toen ik haar zag. Ze werd achterna gezeten door een paar van die gemene rode kerels. Maar ze is ontsnapt, samen met ons stamhoofd. Oh, dat klinkt goed. En hij schrikt van Fi. Nou, bedankt voor deze informatie. We moeten het stamhoofd gaan zoeken. Oké, is helemaal goed. Waar zou Zelda zijn? Welke kant moeten we op? We moeten die kant daarop. We moeten daar naartoe. Oké, dus niet hier naartoe. Maar ik ga wel even deze hier naartoe duwen. Want kijk, nu hebben we een shortcut ontgrendeld. En hier ligt nog wat onder ook. Een barnstenen amulet. Oeh, die hebben we nodig om wapens en schilden sterker te maken, volgens mij. Ik wil dit even uit de boom slaan. Ja, daar zitten roepies in. Oké. Ik dacht, misschien zit er honing in of zo. Dit kunnen we straks kapot maken met een bom. Alleen, ik heb nog geen bommen. Dus even kijken waar ik nou naartoe ga, hoor. You never saw me coming. Haha. En de genadeslag lukt weer niet. Ik moet even weer doorkrijgen hoe die ook weer moest. Hartstikke idee. Oh, wow, een hondscrow. Wat doet die vogel hier opeens, joh? Ah! Oké, kom hier. Kom hier. Ik ga je poken. Wat ziek idee. Oké, maar we moeten dus daar naartoe. Ik denk dat ik dan even beter terug kan gaan. Hier naartoe, hier naartoe. En dan hier naar boven rennen. Is dat ook weer zo'n plant daar? Oh, we moeten even langs de plant rennen. Top. Ik weet nog steeds niet hoe je moet gooien, jongens. Ik voel me echt noob. Elke keer leg ik het gewoon neer. En ik zag daar wel een mannetje achter staan. Hier achter deze boomstronk. Ja, ik heb jou wel gezien, vriend. Niet zo stoer te doen. Ik heb je wel gezien. Hartstikke idee. Deze moet ik ook echt even kapot maken. Maar dat gaat niet. Misschien lukt het zo. Als ik dan nu zwaai. Als ik deze... Weet je wat? Laat maar zitten. Laat maar zitten. Die zijn alleen maar irritant aan het doen. Ga weg. Laat me met rust. Laat me vechten. Ik ben weer moe. Ik ben weer moe. Ik ben weer moe. Kijk uit, Link. Ligt hier achter de waterval iets? Nou, niet achter de waterval, maar hier ligt wel zo'n barnsteentje. Ik moet eigenlijk ook vaker mijn schild gebruiken, denk ik. Ik ben nog een beetje noob met vechten. Hier weer even een shortcut. Zo, happiekideetje. En dan moeten we hier naartoe voor Zelda. Zelda! Ja, ongetwijfeld is Zelda hier niet eens meer. Oh, wacht. Moeten we hier overheen? Ah, ik had die plant helemaal niet gezien, jongen. Misschien kan ik zo... Juist, kijk, ik kan met mijn schildje dit weer kaatsen. Lekker. Dat is hoe wij dit doen. Bam! Oh, alleen moet het wel goed timen. Hier! Lekker voor je! Oké, nou denk ik dat ik hier over dit touw moet. Of moet ik dit touw... Ja, ik moet dit touw zo kapot maken. Aha. En dan kunnen we zo... Lekker! En... Jumpen maar! Oh. Noep! Poging 2. Hoppakee! Dit lijkt mij... Dit lijkt mij het stamhoofd. Hallo, stamhoofd. Wat een prachtige snor heb jij. Dit is Tohei. Die zegt, ik ben Tohei, het Kikwi stamhoofd. Het is je gelukt om mijn perfecte camouflage te doorzien. Je bent duidelijk op je plaats in het woud. Weet u misschien waar Zelda is? En hij vraagt Zelda. Oh, dat meisjeswezen met dat blonde haar. Ja, ze leek een beetje op jou. Ja, ze was bij mij. Maar dit is niet de tijd om hierover te praten. Het woud zit vol monsters en ik maak me zorgen over mijn stam. Dat maakt mijn herinneringen aan dat meisje erg onduidelijk. Ja, ik heb leden van jouw stam ontmoet, joh. Ik heb Machi gevonden. Ja, Machi is helemaal veilig. Het stamhoofd die durft niet weg te gaan, want die is bang voor de monsters. We moeten 3 van zijn stamleden nog vinden. En daarna gaat hij me iets vertellen over Zelda. En we kunnen nu de Kikwi's gaan detecteren. Oké, Kikwi's. Kan ik hier doorheen, sowieso? Misschien is hier achter sowieso een Kikwi. Hartstikke idee. Hé, een ventje. Hallo ventje! Yay! Dit vult 6 hartjes aan. Nou, kijk, dat had ik even nodig. Eens even kijken. Kunnen wij een Kikwi vinden? Ja, hier achter moet een Kikwi zijn. Let's go! Oh, oh, wacht even. Oh, oh, voorzichtig, voorzichtig. Oh, maar wacht. Maar hier zijn van die dingen. Dit gaan niet goed komen. Kijk uit. Kijk, deze dingen, dat bedoel ik. Die zijn vet irritant. Hoe kan ik die nou ontwijken? Ja, lekker dan. Dit kon helemaal niet. Hoe haal ik die dingen van me af? Oké, misschien kunnen we nog een Kikwi vinden. Daar moet er nog één zijn. Even kijken, waar precies? Daar. Daar. Achter die boom. Precies hier. Er zit er eentje in de boom dan toevallig. Misschien zit hij hier ergens boven. Is dit een Kikwi? Is dit een Kikwi? Nee, dit is een bosje. Ah, ik heb toch zo'n vermoeden dat er hier ergens eentje moet zitten, jongens. Oh ja, ja, we zijn heel dichtbij. We zijn heel dichtbij. Maar waar dan? Oh, kijk, hier is een gat. Laten we hier in het gat gaan. Ben je hier ergens, jongen? Ja, hier is er één. Yo! What up? Ik moest je zoeken, jongen. Dit is Ulo. En Ulo is blij dat het stamhoofd veilig is. Ja, oké. En ik ben ook blij dat jij veilig bent. Ik moet nog 2 van je matties vinden, jongen. Nummer 2 moet daar ergens zijn. Of nou ja, technisch gezien is dat nummertje 3 dan natuurlijk. Hier ergens? Hier naar boven of zo. Even kijken. Moet ik via deze kant? Ja, daar lijkt het op. Ik moet denk ik hier naartoe. Is het daarin of zo? Daar moet er ook ergens één zijn. Is dat dan deze kant op ergens? Bij dit tempeltje of zo. Nee, hier moet ik duidelijk nog niet zijn. Hier moet ik later pas zijn. Volgens mij zit er daar ergens eentje bij dat steentje daar. En dan moeten we via die lianen denk ik daar opklimmen. Dat is wel een mooi uitkijkpuntje inderdaad. En dan moet hier ergens vlakbij ook nog één zitten. Eentje daarachter of zo. Maar ik weet niet hoe ik daar kom. Laten we eerst die daar eens gaan pakken bij die lianen. Oké, er zitten hier wel echt super veel vijanden. Ah, ga weg. Al die vogels, weg ze opzouten, jongen. Laat mij dit gewoon doen. We moeten hier naar boven. Hierin, dan hier naartoe springen. Dan verder klimmen. Kunnen we even de energie meenemen zo, top. Nog even springen en ons laten vallen. En volgens mij moet er hier dan eentje zitten. Ja, kijk, 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 hier. We moeten eerst even denk ik dit allemaal weghalen om hem heen. Oh, je hoeft niet bang te zijn, jongen. Je hoeft niet bang te zijn. Hey, what up? Met je mooie snor, Kami. Ik ben ontdekt. Ik dacht toch wel dat dit een goede verstopplek was. Hij was gewoon verstoppertje aan het spelen. Oké, man, nou, ik ben blij dat ik je gevonden heb, vriend. Ah, kijk, zo doe je de granadeslag. Lekker. Oh, oh, wat heb ik? Ik heb een schedelsieraad. Oké. Die pak ik gewoon zo even zo, hoppakee, uit de lucht. En granadeslagje. Hatse flats. Oké, nu heb ik hem weer door, jongens. Ik ging eigenlijk al gelijk de goede kant op. Want dit is de kant waar ik naartoe moet. En dan moet je daar onderdoor. Alleen er zitten van die stekeldingen op dat blad. En ik heb gewoon geen idee hoe ik die wegkrijg hier. Ja, en dan ga ik straks vallen. Kijk, want die plakken sowieso... Oh, wacht even. Je moet er langs balanceren. Oké, langs de rechterkant langs. Loop! Loop! Ja! Oh, ik vind dit echt irritant, hoor. Ik vind dit wel echt irritant. Wie dit heeft verzonnen, die moet even ontslag krijgen. Want dit gaat nergens over. Kijk, soms worden er gewoon dingen toegevoegd aan games die irritant zijn. Gewoon puur om het irritant te maken. Moet toch wel leuk blijven, jongens. Voor de rest is het echt een hele vette game. Maar dit soort dingen mogen ze er voor mij uitslopen. Je wordt soort van geforceerd om het nu sowieso 3 keer te proberen, minimaal. Dan wil je er langs lopen, hè. Maar dan ben je blijkbaar te schuin en dan loopt Link niet door, zeg maar. En dan ga je terug, dan probeer je iets minder schuim te gaan. Ja, en dan heb je zo'n bolletje op je bakkes. Ja, ja. Nou, jongens. Nu zijn we bolletjes vrij. Mag ik nu in één keer door? Kom op, Linkie. Niet vallen. Loop. Loop. Oké, top. Je gaat me niet vertellen dat hij wel hier beneden is. Hij zit in die boom. Ik hoef dit helemaal niet te doen. Ofwel. Anders konden we hier niet komen. Ik denk dat ik dit wel moest doen. Ja, anders konden we hier niet komen. Let's go. Battle tegen Uber Bokoblin. Oh, hij gaat zijn matties roepen. Hij gaat zijn matties roepen. Roep je matties dan. Roep dan. Roep dan. Hier, ik heb deze. Oh, wacht even. Even energie sparen. Even energie sparen. Ik moet niet te stoer doen. Hier. Oké, kom maar. Kom maar. Hier. Finish hem. Granadeslag. Oh, of niet. Die is kapot. Die is kapot. Lekker. Hartstikke idee. Hartstikke idee. Genadeslag. Lukt weer niet. Want ik doe weer de verkeerde knop blijkbaar. Maar geen probleem, jongen. Er zijn nog 2 over. Er zijn geen één meer over. Ze zijn allemaal weg. Yo, Matty. Kom maar even uit die boom, jongen. Kikwi. What up, man? Kom eruit dan. Je hebt al die rode kerels verslagen. Betekent dat dat je geen slechterik bent? Ik heb een probleempje. Mijn benen doen het niet meer. En ik weet niet hoe ik uit de boom kan komen. Kun je me helpen? Ja, ik heb geleerd dat je tegen bomen aan moet rollen. Hartstikke idee. Zo dan. Ja, hè. Het is niet de meest elegante manier om je vriend uit de boom te helpen. Maar oké, het is gelukt. Hij zegt ook, auw, nou dat heeft wel gewerkt. Dank je voor je hulp. Kippalip. We hebben ze alle drie gered nu. En dat betekent dat we terug moeten naar het stamhoofd. Want dan kan het stamhoofd ons gaan vertellen waar Zelda naartoe is gegaan. Potverdikkiedori. Want ja, we moesten eerst dit even voor hem doen. En dat gaan we checken in de volgende aflevering. Dan komen we er misschien wel achter welke kant Zelda op is gegaan. Dus doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren als je iedere dag Nintendo video's wil zien. Als je deze serie wil afkijken. Mazzel!